Hallo allemaal en welkom bij T-City and Toys. We gaan weer een nieuw random blind box video. Hij is niet zo heel vol meer, zie ik. Maar we gaan er weer 5 uitpakken. We beginnen met de eerste. We hebben hier een die en een box. We hebben een Disney Dorbels. En we hebben Lego Disney. We hebben een Funko Mystery Mini van Harry Potter. Die hebben we al. We hebben een Pick Me Pop. Laatste. Die hebben we hier. Oh, die hebben we ook al. Oh, deze. Een Little Pet Shop. En deze gaan we 5 openmaken. Zo, we laten beginnen met de Lego minifigures van Disney. 18 te verzamelen. Kijk, deze kan je niet meer zo heel goed vinden. Ik heb hem altijd bij Lego Brick Shop of zo. Heb ik hem besteld. Maar kan je heel veel van deze dingen nog vinden. Kijk, 18 stuks. Dan krijg je steeds dezelfde. Welke heb ik nu? Oeh, we hebben Donald Duck. Oh, moet die eerst, hè? Of moet die andersom? Zo moet die. Donald Duck. Donald Duck. Ik vind hem leuk. Oh, terwijl we met Disney bezig zijn, we gaan naar Disney Dorbels. Season. Dit is de eerste season. Je kan er 2 of 3 in krijgen. 78 te verzamelen. Nou, het zijn echt veel. Volgens mij. Oeh, ik heb er maar 2. Checklist en de standaard. En wij hebben hier iemand. De White Rabbit. Van Alice in Wonderland. En waar staat hij? Hier op de achterkant. Hier, de White Rabbit. En wij hebben. Oeh, we hebben Rapunzel. Van Tangle. En ze is een rare. Schoenen is een rare. Little's Pet Shop. Hungry Pets zijn dit. Lots of to collect. Dus volgens mij zijn er 10 stuks. Doe het even zo. Want hier zit een kaartje in. Die ik niet ga kijken. Want dit zijn degenen die je allemaal kan verzamelen. En ik wil surprise zijn. Verrassing. Deze even uitpakken. Plastic. Checklist. Plastic. Karton. Alles met je part gaan verzamelen. Een mooie testrip. En wij hebben. We hebben de Donut Kitty. De Donut Kitty. De accessoires zijn. Een melkkartonhoofd. Die gaat zo. En een donut. Ah, ik vind hem echt heel leuk, deze. Donut Kitty. Staat hier ook op. Als je achterkant opdraait, heb je een Donut Kitty. Die staat daar. Pick Me Pop tijd. Dit is de single one. Dit was mijn laatste. Ja. Openmaken. Kijken of we een nieuwe krijgen. Deze gaan we eruit halen. Checklist en een kaartje laat ik onderste boven.
Oh, dit is karamel, of volgens mij. Dit is karamel. Oh, we hebben een hondje. We hebben een hondje. Dit is karamel. Ik proef het gewoon. Of is het chocolate? En wij hebben... Hier is Smorrie de hond. Smorrie de hond. Van kan ik hem niet vinden? Oh, het is bubblegum. Ik dacht karamel. Het is bubblegum. En het is een rare. Oeh. Smorrie de hond zegt... Yo, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Marshmallow. Oh, bubblegum, marshmallow, karamel. Ja. Marshmallow time. Ik vergeet ook elke keer een andere smaak te noemen. Volgens mij heb ik ze allemaal gehad. Chocolade, bubblegum, karamel. Funko Mystery Mini. Final Figure. Eentje per stuk. Dit zijn degene die je kan verzamelen. Sommige zijn rares dan andere. Nee, waar is mijn zin? Sommige zijn in de comments. Zoals die 1 op 6, die bovenste. Die zijn die kan je heel vaak krijgen. Ook we hebben een nieuwe. Ik doos niet zo in te misschien beschadigen. Het is een persoon. En wij hebben... we hebben Harry! Die had ik nog niet eens. Harry Potter in het mooie outfit. Potter. Cool, deze had ik nog niet eens. Dus dat is mijn nieuwe voor mijn collectie. Ben ik heel blij mee. Ja, dit waren de 5 die ik open heb gemaakt. Wat is jouw favoriete? Laat een comment achter. Ik ga voor de Funko van Harry Potter, want ik ben echt een Harry Potter fan. Wil je niks missen? Abonneer dan op mijn kanaal, want ik plaats elke dag een nieuwe video. En laat zeggen tegen iedereen die je kent, abonneer, abonneer en abonneer. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, doei!